38% van de scholen in het binnenland zijn nog gesloten. Dat komt doordat bus- en boothouders in actie zijn. De overheid heeft de betalingen aan deze bus- en boothouders nog niet kunnen verrichten. Dat zei minister Marie Leevens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gisteren tijdens de openbare vergadering in het parlement. Samen met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme zal de bewindsvrouw dinsdag wederom een overleg voeren met de transportsector, zodat dit probleem tot het verleden behoort. De uitdagingen in het binnenland zijn groot, onderstreepte de minister. Bijvoorbeeld de zwaar beschadigde school op Godoolo en de criminele inbraken in de huizen van de leerkrachten op Lokaloka, waar vooral vrouwelijke leerkrachten vaak onveilig zijn, dat gaan we echt oplossen. Met de minister van Justitie en Politie en Defensie zullen bijzondere veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid om de veiligheid van vooral de vrouwelijke leerkrachten te zorgen. De minister van OW en Defensie hebben onmiddellijk support toegezegd voor de bouw van een nieuwe school te Godoolo. Wij gaan dus daar een nieuwe school neerzetten. Gelukkig zijn dit incidenten. Het binnenland is niet onveiliger dan de stad, maar in de stad en de districten is er wel redelijke beveiliging, terwijl we dat in het binnenland zo af en toe moeten ontberen. Minister Leevens vindt het erg dat de Heilig Hartschoot La Vigilancia woensdag gedeeltelijk door brand is verwoest. Een vleugel is volledig verbrand. Jammer dat de school te La Vigilancia gisteren door brand verwoest werd en kinderen tijdelijk van onderwijs verstoken zijn. Daar worden oplossingen voor gezocht. En ook hier is de support op zijn plaats van zowel beide ministeries, Defensie en OW, die ook hier een bijdrage zullen leveren. De school te Voorburg wordt ook bruikbaar gemaakt dit kwartaal, evenals enkele scholen waarvan het plafond naar beneden is gekomen. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Marie Leevens, gisteren in de Nationale Assemblée. Ze geeft aan dat 38% van de scholen in het binnenland nog gesloten zijn omdat de bus- en boothouders in actie zijn.